dat weet jij. En je hebt de keuze om weer uit te gaan stappen. En dan, maar ik kan ook heel goed vanuit zij kan van zeggen, ja, maar Jordi, zit hier nog maar 2 maanden, wat dan ook. Ik begrijp wel dat hij teleurgesteld is. Ja, en nee, jullie hebben hem geld gegeven. Ik denk niet dat nee. Kijk, heel eerlijk, Jess, als jij er gestaan, dat koos ik voor jou, weet je. En Jess, ja, weet je, ik weet hoe belangrijk het is. En ook natuurlijk een beetje... Ook een deel voor jezelf. En dat is ook heel erg terecht, Maris. Daarom. En dat mag je ook best verdrietig om zijn. En, ik weet ook zeker dat jij... En tuurlijk, dat is menselijk daarin. Dat je dan daarin voor jezelf kiest. Want dan kan je Kees nog even zien en dan weet je dat het goed met hem gaat. Dat is ook terecht, want hij staat een heel dicht naast je. Toch? Ze hebben hier aan het hek gestaan. Ja, ik weet het niet. Er zijn 3 gevallen, snap je? Daarom. Ja. En gezondheid gaat bij mij altijd boven. Dat is gewoon omdat het... je weet het nooit, snap je? Ja. Maar ja. Ja. Geloof me, het gaat nog veel erger worden, hoor. Die keuzes en dingen. Ja, ja, dat denk ik ook. Dit is pas het begin, hè? Ja. Dit is... Gelijk mijn hoofdpijn ervan. Verplassen maar. Hey hoor, mag ik even spreken? Huh? Mag ik even spreken? Houd je bedruk. Nou. Mag ik even wat drinken pakken? Ja, ik heb ook Kom zitten, lekker mezelf. Ja, en duw het voor je af. Ja, ik ga wel echt. Sorry. Laat het je niet raken. Lekker sporten zo, lekker.